leuk dat jullie weer kijken. Oh, we hebben zoveel verdiend van ons resort. Heel tof. Dit is alweer deel 7 van Let's Play The Sims 3 Exotisch Eiland. En we zijn eigenlijk allemaal net een beetje wakker en zo. En ja, laten we eerst eens gaan kijken hoe het met ons resortje is. Die soort reacties bekijken. Even kijken. Oeh, we zitten al bijna op 4. Uitslag van het zwembad. Wat loopt nog niet te zeuren? Oh, dat waren oudere reacties. Oké. Okay. Neem er gewoon 3 van hoge kwaliteit. Oh. Gemiddeld. Ik vind wel dat dat mag. En we gaan het resort even een beetje verbeteren. Want ze willen bubbelbaden. Nou, jongens, maak ik toch even een bubbelbad. Kijk, we doen het zo. Ik cheat gewoon even weer wat geld. Ik vind deze mooier. Nee, ik vind die leuker. Zo, hier. Waarom heb ik ramen in mijn familie-inventaris? Waterbaanbad, eindstuk van een waterval. Want ik wil ook even hotelkamers bouwen. En ik heb dit nog nooit gedaan, dus... Laten we hopen dat het lukt. Ja, want als ik de resortprijs naar gemiddeld doe. Oh, welke druk moet ik hebben? Zwembad. Hotelkamers.
Kijk eens. Nog één. Twee. Meer kan ook niet, zie ik al wel. En realiseren. Vergeet ik steeds dat je dat moet doen. En accepteren. Even kijken hoor, want ik denk niet dat ze er zo op komen. Dus ik moet even mijn stijger erbij bouwen, denk ik. Nee. Je moet verplaatsen, denk ik, want ze kunnen er niet op. Shit. Ik moet ze even helemaal verwijderen. Even opnieuw. Handig hè, dat we nu gewoon cheats hebben. Want ja, anders dan schiet het jou niet op met je resort bouwen. Zo. Kan ze ook zo bouwen natuurlijk. Als ik ze zo bouw. Ach, doe ik zo van zo. Zo. Dit lijkt me wel wat. En dan moet ik nog even een dakje erop. Ik vind het wel leuk. Prachtig. Zo. Hier eigenlijk nog niet mee klaar. Doe het even anders. Eens even kijken. Oh, wow. Wow, 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 wow. Nee, die ga ik dan niet veel te groot. Ik kan niet vinden. Ik, nou ja. Zo.
je de boel even laden natuurlijk. En dat duurt altijd eventjes. Ja. Heet, tuurlijk. Want ze willen natuurlijk het warmste van het warmste, hè? Hier moet ik ook nog gewoon een dak op. Zo. En we hebben een strandwachtstoel. Nou, we hebben twee. Sweet. Was alleen nog iets met eten. Dit is ontbijt. Lunch. Avondeten. Ja, ze moet niet zo zeuren. Zo. Dat hebben we even bijgewerkt. En... het is ook lummeldag vandaag. Dus check ze ook vet rustig aan doen. Nashimana, Hurak. De geest oproepen. Oh. Hi. Waarom valt hij? Oh, omdat nefje er rondloopt als geest. Meer wensen. Moet hij wel eens wakker worden. Kronk, Ebba. Hey, hallo. Ik wil een wens doen. Hij neemt ook alle tijd, hè? Kuskamakala, Ibala Lorca. Hallo die! Wow. Yes. Wow. Je hebt er nog drie over. Ja, sommige van jullie hebben gezegd dat ik nefje naar het geestenrijk moet brengen. Maar dat durf ik niet zo goed. Want ik ben bang dat ik dan haar helemaal niet meer terugkrijg. Maar goed. Even kijken. Waar is het gemeentehuis? Hier. Oh, dat kan nog niet, want we hebben nog duikwerk. Nou, ik wil in elk geval even met mezelf gaan duiken. En dat doen wij. Hé, hey, daar staat onze oude boot. Ik wil bij David Jones. En waar is David Jones? Ik wil duiken bij David Jones. Lekker. En mijn windsurfer is daar ook nog. Zie ik nu. Eigenlijk wil ik ook speedboot. Want ik wil waterskiën met. Dat lijkt me ook zo gaaf. Met de taxi. Hop. Met mijn jetski. Even een fotootje. Mm.
Hup, met kleren en alles ben ik het water ingesprongen. Zeemeermin. Een beroemde. Yes, daar ga ik. Het duurt eventjes. En we moeten twee palingen vinden. Hier is in ieder geval al een vis. Die moeten we even vangen. Een zalm. Wat valt er nog meer voor leuks te halen hier? Ik baal een beetje van die bug. Dat je steeds als je gaat verkennen dat je dan weer boven water komt. Maar goed. We proberen het gewoon nog een keer. Oh, Joël. Is ook zo. Daar ga ik. We shall see. Allemaal luchtbelletjes. Ik zit er nog steeds in. Ik ben nog steeds aan het verkennen. Nefjurus, dan hebben we echt een lekkere vrije dag. Oh, vleermuizen. Die zwemmen. Ik versnel de boel even. Prachtige school lelijk vissen. Smaakt zuurstof uit een fles beter dan lucht? Nou, lijkt me toch echt niet. En daar ben ik weer. Ik heb goud ontdekt. Dat is wel gaaf. Wat hebben we hier allemaal? Vangen. Verzamelen. We kunnen nog 3 uur duiken, dus we moeten kijken of we hier misschien een paling of zo kunnen vinden. Wat is dat dan? Ik heb geen idee, hoe ziet paling eruit? Ik ben helemaal geen viskenner. Ben ik nou? Oh, hier. Een kwal hebben we gevangen. Wow. Ik heb niveau 7 duiken zeemeermingrot kunnen we. Cool. Is dit een paling? Ik denk dat het een paling is. Zal het een paling zijn? Ik weet echt niet. Wat is een paling? Wie weet wat een paling is? Wat is het? Wat is het? Een bokking. Bijna een paling. Een ongewoon zeeslakkenhuis. Staan hier ook palingen in de buurt? Palingen. Wat is dit? Dat is geen paling. Dat heb ik net ook gevangen. Dit zijn ook geen palingen. Dit zijn gewoon vissen.
tonijn. Wow, er kwam een boot over ons heen. Oh, de volle maan kondigt zich aan de hemel. En boven. Right. En naar huis gaan. Want ik heb honger. En dan gaan we eens even kijken hoe het met de rest is thuis. Die zijn gewoon echt lekker en van hun vrije dag aan het genieten. Groot gelijk hebben ze ook. En alles in één badkamer gebruiken. En Nefje heeft ook honger. Lekker samen even wat eten. Ik ben onderweg naar huis. En ik moet nog even flink ontluchten. Ik ga even hun behoeftes zo doen, denk ik. Is die geest hier nog ergens? Wandelt die hier nog ergens rond? Of is hij alweer terug in die lam? Oh, de geest oproepen doen we nog even een keer. Want ik wil het nog één keer proberen, aangezien ik nog 3 wensen heb. Om te kijken of ik Nefje tot leven kan wekken. My! Daar is die geest alweer. Oh, ik kan nog geen wens doen. Nou, ga dan maar weer terug die lamp in. Ik ga mijn behoeftes doen. En dan zie ik jullie de volgende ochtend weer. Het is ochtend. En we zijn lekker aan het ontbijten. Zag je dat? Even kijken. Dan mag Nefje ook meteen even diepjes opruimen. En... om een groot gezin wensen. We zullen eens even kijken of die geest er alweer zin in heeft. Yes, daar is die. Hoi, geestje. Ik wil nog graag een wens doen. Dat is een sim tot leven wens. Lekker. En dat is Nefje. Er gebeurt werkelijk niks. Oh, wacht. Ik ga het toch maar gewoon proberen. Ik ga Nefje naar het geestenrijk sturen. Ook al wil ik het niet, maar als dat misschien de enige oplossing is... Schimmerij. Oh, ik vind het echt niet leuk. Oh, oké. Nog een wens. Sim tot leven wekken. Wens kiezen. Staat hij een beetje op zijn smartphone? Gast, weg die smartphone. Je moet me helpen. Want ik wil graag een sim tot leven wekken. Ja. Oh,
Yes! Sybil Thongwick. Welkom back. Woehoe. Hé, nefje is weer normaal, jongens. Heel veel van jullie vroegen erom. Doe haar weg, want een geest vinden we irritant. Nou, sorry, ik vind een geest niet irritant. En ik wou nefje gewoon heel graag weer tot leven wekken, want nefje hoorde er gewoon bij. En die ga ik dan niet zomaar wegdoen. Dus, maar goed, eindelijk het is gelukt. Nefje is weer gewoon, dus alle mensen die het irritant vonden, al die geestengeluiden, die hoeven jullie vanaf nu niet meer te horen. Gelukkig maar weer. Zo. En, ik zou zeggen, we gaan gewoon even meteen even lekker duiken. Oh nee, daar kan alleen ik duiken. Duiken met Rosanna. Nee, ik heb geen zin om te chillen. En... ik wil goede vrienden worden met Triton. Dus ik laat Triton even langskomen. Zit wel een... ja, nefje en Leen zit al in de taxi. Want ja, hè, Rosanna moet nog steeds met een haai vechten. Het is ongelooflijk. Dat me dat nog steeds niet gelukt is. Daar staat gewoon mijn windsurfscherm. Rosanna ligt met haar jurk en al in het water gewoon. Dat is mijn windsurfscherm. Het duurt ook altijd even. Waar is nefje? Oh, daar. Nou, toe, ga duiken. En ze dobberen. En ze dobberen. En we dobberen. En we dobberen. En we dobberen. Yay! Daar gaat nefje. En toen nou, Rosie, jij moet ook. Nou ja, ik zie jou daar beneden. Daar is Rosanna ook. Ongewoon zeeslakken zijn gevonden. Wat is dit? Oh, dat kunnen we alleen maar bekijken. Oh, nefje heeft die uitdaging denk ik niet meer. Oh, ik wou net zeggen, wie is dat dan? Nou, haaien, ik ben er helemaal klaar voor. Kom maar. There's love in the air. We kunnen alleen maar kijken. Oh. En nog nergens een haai. Oh jongens, ik wil echt een haai. Ik wil gewoon dat ze ermee vechten. Dat ze niet zo moeilijk doen. Wat is dat? Vang het. Nou ja, ondertussen gaat ons duikniveau in elk geval omhoog. Oh, dit is wel een mooi visje. Kijk. Vet mooi visje. Een tragische clownvis. Oh ja, de schatkist die hebben wij al geplunderd. Nou, haaien, doe nou even. Zo vinden we nooit dat verboden eiland.
goed voor onze duikvaardigheid is in elk geval wel. Maar ik vind het niet leuk, want ik wil gewoon een haai. Punt. Waarom komen die rotdingen nou gewoon niet? Welk duikniveau heeft Nefje? Rosanna heeft nu ook 5. Ik heb 7. Nou jongens. Ik denk niet dat er nog een haai komt. Wat denken jullie? Ik heb echt in het begin gingen ze meteen met een haai vechten. En nu is dat gewoon niet meer zo. Oeh, het regent. En ondertussen gaan we eens even kijken wat ik allemaal aan het uitspoken ben. Ik sta gewoon in mijn pyjama. Laat ik het eten even gaan komen. Oh nee, we hebben nog best wel veel plekjes. En we hebben allemaal honger, dus allemaal even eten. Alles in één badkamer mag ook wel een keer schoon. Oopsie Gurna. Noobla. En... ik ga nog even met Joël kletsen. Ja, Sanna is echt een computer nerd. Dus die... gaat lekker racen. Wat een weertje buiten. Jammer. Het is zin in mooi weer. Een zwembadwaterval willen we kopen. Bijna. Of dan niet. Ik ga hun behoeftes doen. En... ik kom morgen bij jullie terug. Oh nee, in je eigen bed slapen. En Rosanna ook maar slapen. Zo, lekker vroeg op bed. Kunnen we morgen weer vroeg op. Het is alweer ochtend. En ze waren echt heel vroeg wakker. Echt niet normaal. En sinds Rosanna een laptop heeft, zit ze het liefst achter die laptop. En ik vroeg me af, laten we eerst even bij het resort kijken. Want ik heb gisteren natuurlijk niks aan gedaan. Dus even kijken hoe het nu meegaat. Daar is die. 0 dagen geleden. Oh, best wel goede... 4,5 ster. Ze wil alleen sushi. Ik zie hem er niet echt tussen staan. Nou.
Schijnbaar willen onze gasten nog meer buffet. Hoppa. En dan kunnen die weg. En dan doen we gewoon nog een schuifdeurtje. Meer kunnen ze gewoon niet willen. Even kijken. Even wat cheaten voor geld. Niet zo heel veel. Zo. Komen, dan kunnen ze ook nog met z'n allen zo eten. Oh, waar hangen die lampen hier? En... Hey. Buitenkant alleen. Nou, weet ik veel. Ik wil niet. Ik kan niet. Oh, wacht. En het laden duurt altijd even.
toetje. Oh. Zo. En misschien is het wel even leuk om ons eigen resort te bezoeken. Daar gaan we al. Oké, daar kan ik dus verder niks mee. Zijn we al onderweg? Ja, we zijn er bijna. Oh. Oké, hoezo? We doen een omweg. Tatoeage, ik krijg een verfdouche. Nou, ik zeg helemaal top dit hoor. Hier een beetje lekker snorkelen. Eten hier. Ho. Oh. Niet helemaal zoals ik wil. Aanzetten. Alle lichten. Zo, is het lekker. Volletjes. Nefje duikt lekker in het bubbelbad. En... It's me north. Iedereen duikt lekker in het water. Ik heb hier meer personeel lopen dan gasten volgens mij. Beetje jammer. Ik lig chill een boekje te lezen. Maar goed dat ik een parasol heb. Zo, even een fotootje. En ik ga de groep opheffen. Want ik wil nog even bij de zeemeerminnen kijken. En we gaan duiken. Wauw. Ziet er wel mooi uit. Wat is dit? Wow. Zouden hier nou ook meer zeemeerminnen binnenkomen? Ik weet niet wat het is, maar we gaan het vangen. Oh, een octopus of zo, een inktvis. Thank you.
niet doden. Wow, een ongewone vangst. Oh. Laten we op verkenningstocht gaan. Schatkist vind ik niet. Nog niet in elk geval. En please, laat me nou niet weer ergens buiten neerzetten. Ik ben al buiten. Kijk, beetje jammer. Ik heb al best wel veel. Echt jammer van die brug. Ik hoop dat EH er snel wat aan gaat doen. En Neffie en Rosanna zijn nog steeds op ons resort. En het is toch ons resort, dus we kunnen er ook lekker eten en zo. Oh, we hebben een meme speler. Ben ik al thuis? Ja. Nee, nog niet. Ik wou eigenlijk vandaag mezelf in een zeemeermin laten veranderen, maar ik heb nog niet genoeg levenslange punten om dat te kopen. Dus dat wordt hopelijk in het volgende filmpje. En daarmee stop ik het filmpje ook voor vandaag. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken en tot de volgende keer.